Rotterdam toen. In de 60e jaren gonsde Rotterdam van de bouwactiviteiten. En de amateurfilmer Kees Berkelaar uit Vinkeveen was een regelmatige bezoeker van de stad. Hier bij Pompenburg zien we achter de trouwkoetsen nog het doofstomme instituut dat plaats moet maken voor de nieuwbouw. Die regelmatige bezoeken hadden waarschijnlijk te maken met het feit dat hij ook directeur was van een familiebedrijf dat betonnen verlengstukken maakte voor houten heipalen. In die tijd was het café-restaurant Old Dutch aan de Rochense straat het ontmoetingspunt voor bouwend Rotterdam. De plek om te netwerken met al die mogelijke afnemers. Op mooie dagen nam hij in ieder geval ook zijn camera mee. Daardoor hebben we nu een mooie terugblik op de stad van toen. De Lijnbaan, de eerste winkelpromenade in Nederland, was inmiddels een schitterende bloemrijke oase geworden. Met bedrijven zoals restaurants Wienerwald en Rutex, Scheffer en tal van winkels met mooie etalages. Het eerste autovrije winkelgebied van de wereld is een rustpunt te midden van de omringende bouwwerken met hijskranen. Omdat er nog geen gebouwen aan het Weena staan, hebben we hier vanuit de Lijnbaan zicht op de gevels van de Delftse straat. Ook de Van Onder Barneveldplaats is nog een open parkeerruimte. De Westersingel. En met wat voor opdracht zijn deze studenten bezig? Het Eendrachtsplein. En daar is dan restaurant Old Dutch. En de Oude Binnenweg. En via de Kruiskade brengt Kees Berkelaar ons weer terug op de door Van den Broek en Bakema ontworpen architectuurincoon De Lijnbaan.